We zijn dat onderzoek gelijk gestart en dan een van de dingen die we als eerste doen is kijken of dat er ergens camera's liggen. Camera's en getuigen, dat zijn dingen die wij als eerste gaan opzoeken. Gelukkig hing er bij de Albert Heijn aan de Vlietlaan hing een cameraopstelling. Kijk, hier zie je het weer gebeuren. Komt die auto aan. Moet ze aanlopen. Raam open. Die mevrouw die roept ze terug. Daar komt Patty. Ze zegt, denk ik zo, kan ik u helpen? Zo behulpzaam als ze was, gaat ze weer terug, want ze dat heuveltje af. En dan loopt ze naar die auto toe. Kijk, die vrouw blijft ook gewoon in die auto zitten, hè? Ja, je ziet ook duidelijk wel dat een vrouw rechts achter in die auto zit, waarmee ze in gesprek raakt. Ja. En voor mij vraagt ze daar al de eerste keer de weg naar het ziekenhuis. Van, we zitten daar natuurlijk in de buurt waar diverse ziekenhuizen zitten. Dus... Ze staat daar op de gebaar inderdaad, dus ik neem aan dat ze hier de weg wijst. Kijk, en ze blijven bezig, hè, want ze hebben maar één doel. Dat is natuurlijk met haar hoofd, dat raam. Ze moet voorover, kijk, daar gaat ze alweer. En dan gaat ze toch weer terug. Maar voor mij gaat hier bijna gebeuren, of niet? Hup, zie je het? En daar gaat ze. En nu is het al gebeurd? Ja. Nou, ze gaat denk ik zeker 4, 5, 6 meter mee wordt ze getrokken. Ja, als je de camerabeelden ziet van dit voorval, dan zie je een hele tengere, wat oudere vrouw. Die een kwetsbare indruk wekt eigenlijk. En dan denk je echt aan een lafhartige daad. Een lafhartige beroving. Ja, en het is, je mag niemand beroven, maar een kwetsbare, dat maakt je boos. In dit geval een 62-jarige vrouw, dan denk je toch dat dat mijn moeder kunnen zijn. Het zijn mensen die worden gewoon lukraak, worden ze van straat geplukt. En het enige waar de boeven eigenlijk interesse in hebben en naar kijken is of dat ze sieraden zien die ze kunnen pakken. En meestal kiezen ze dan weerloze, oudere mensen uit.